Er is geen wolkje te bekennen boven Londen. Zeldzaamheid. En dat betekent dat het weer geknipt is voor een fijne pot voetbal hier. In het Kyan Prince Foundation Stadium. Het commentaar bij deze wedstrijd wordt vandaag verzorgd door ondergetekende. Mijn naam is Siert de Vos. En naast me natuurlijk, zoals altijd, mijn gewaardeerde collega Jeroen Guter. Wat een wedstrijd wordt dit. Voor een lekker potje voetbal kun je me s'nachts altijd wakker maken. Dat weet je toch, Siert. Zijn bedoeling was een geplaatst schot vermoedelijk. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Mauri. En nu wordt het oppassen. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Goed druk gezet hoor. Nou, wat kan hij hiermee? En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, haha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander en slaan daarna onmiddellijk toe. Dit doelpunt is natuurlijk een ABC'tje. Zeker na zo'n heerlijke paas. Maar zoals hij het afmaakt, daar valt eigenlijk helemaal niets op aan te merken. Hij raakt de bal ideaal en de doelman is kansloos. Fantastische goal. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Mauri. Verdediging effectief hier. Netjes die bal weggewerkt. Bal is het weg. Bal gered. Spel loopt verder. En let goed op en onderschept die paas. Belangrijke redding hoor. Want hiermee houdt hij zijn ploeg in de wedstrijd. Echt een mooie actie van die doelman. Zo blijft de achterstand nog te overzien. Bal over de achterlijn. Een doeltrap. Stevig getackeld, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Weer ingeleverd. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Bal zit weer kwijt. Mauri. En er gaat er weer een in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. En weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Hij werkt de bal weg. Tegenpartij aan de bal. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. Daar gaat het balbezit. Dit is ontspannen voetbal. Ze pasen de bal op eigen helft van man naar man. Dat moet frustrerend zijn voor de tegenstander. Dit kan wel eens een kans opleveren. Voorzet naar de spelers in het centrum. Redding, spel gaat verder. Ja, dat is een vrije trap.
En ze werken de bal uit de gevarenzone. Wat gaat hij hiermee doen? Bal weer kwijt. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Mauri. Die doelman moet opletten. Kim. Dan schiet de bal zo naar de tegenstander. Met een kopbal over de zijlijn. Nog steeds op weg naar het doel. Goed de bal heroverd op de eigen helft. De bal nu alweer ingeleverd. En die bal is voorlopig weg. Daar fluit de scheidsrechter voor rust. Het staat 2-0. Ze gaan de rust in met een welverdiende. Ik ben benieuwd wat die tweede helft brengt. Ja, zie het. We hebben in ieder geval weer afgetrapt. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. En ze hebben de bal weer terug. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Wat een geweldige bal! Het is maar één doelpunt, maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Vandaag komen ze een passes goed aan. De bal gaat rustig rond op de eigen helft. Bij die voorsprong kan dat ook. De bal gaat over de vleugel. Daar voorkomt hij narigheid. Dat leidt tot een vrije trap. Kim. Loopt nu goed af. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Hij heeft gelijk, maar het scheelt niet veel. En nu een inworp. Goed hoor, dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Hij geeft een vrije trap. De doelman reageert zoals hij moet doen. Hij pakt de bal. Kim. Vossen, op weg naar het doel nu. Een hele belangrijke verdedigende actie. Direct druk zetten, dat werkt hier. Trekker overgehaald. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Nog steeds in aanval. Einde aanval.
En voor die actie komt er een vrije trap. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Het andere team weer aan de bal. Het ziet er veelbelovend uit. Kim. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. We hebben nog 20 minuten te gaan. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Goed druk gezet hoor. Ze raakt hem niet aan, dus doeltrap. En wat balen ze op de tribune. Het zag eruit als een strafschop. En ze zijn het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. Mauri. Hier zit muziek in. Die verdediger laat hier zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Geweldige actie. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Knappe verdedigende actie en weer in balbezit. Mauri. Het lijkt wel alsof ze tegen een elftal kliko's spelen. Wat weten ze elkaar te goed te vinden met die passes? Deze zag er ook al zo goed uit. Ze zijn echt geweldig op elkaar ingespeeld. Een sluwe steekpaas. Dat loopt goed af met die ingreep. Dat is natuurlijk een vrije trap. De thuissupporters moedigen hun spelers aan. Want ze moeten die achterstand weg zien te werken in de laatste minuten. Volgens mij geloven ze er nog in. En de spelers hopelijk ook. Ze vinden het wel mooi zo. En houden de bal liever vast op eigen helft. Tot ergernis van de tegenstanders. Alleen de doelman nog voor zich. Ratatatatatata, die gaat er uitstekend in. Het lijkt achterloos, maar het is zo subtiel, hè? Die steekpaas, ja, dat is echt om van te genieten. En daarmee wordt de goal gecreëerd. Maar ik kan me ook voorstellen dat de tegenstander verwijtend naar de doelman kijkt, hoor, naar deze blunder. Die bal had nooit in de korte hoek mogen verdwijnen. Geen probleem, die bal, voor de doelman. Kim, laatste minuut van de wedstrijd is ingegaan. Een minuutje blessuretijd. Balbezit veroverd. Helaas, ze pakken vandaag 0 punten. 0 points, zeggen ze bij het Europees.
Dag beste kijkers, hartelijk welkom vanaf Anfield. De sfeervolle thuisbasis van Liverpool. Om alle actie van commentaar te voorzien, nou ja, daar heb je twee commentatoren voor nodig. En daarom is hier Goedendag allemaal en van harte welkom op Anfield, het fameuze stadion van Liverpool. En van achter onze microfoons hier, helemaal boven in het stadion met die hele steile tribunes, hebben Jeroen Guter, mijn collega naast me en ondergetekende, Siert de Vos, een uitstekend uitzicht op het veld. En wij zijn uw commentatoren. Ik kijk er naar uit, Jeroen. Siert, dit is een ideale gelegenheid voor de trainers om zonder druk te experimenteren met hun teams. Blijft aan de bal. Doelkans voor de voorsprong. Goed geblokt dat schot. Hij staat weer op de goede plek en blokkeert dat schot. Een mooie positie om in te gooien en een kans te creëren. En hij zit ertussen. Bal gaat uit, inworp. Hij verplaatst het spel naar de andere kant. Dit begint op een aanval te lijken. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. Een mislukt. Oh, een kans om te schieten. Schot tegengehouden door de keeper. En de bal gaat achter. Hoekschop. De bal komt voor het doel. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren.
Ze mogen een ingooi nemen. Ze komen weer in balbezit. Bal aangeraakt, inworp. Paas over de zijkant van het veld. Daar stoomt Job aan de... Wat een redding! Petje af, zeg. Heel snel gereageerd. Maar meestal ben je te laat als het van zo dichtbij gebeurt. Maar hij krijgt het toch voor elkaar. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Hij moet hier die voorsprong pakken. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Nog een hoekschop. In het midden van de 16. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Hij zet al vroeg druk. Een tackle die goed afloopt. Dan is het weer weg. Niemand in de buurt daar. De medespelers in het midden gegeven. Halfslachtige poging. Om de bal weg te werken. Hij zorgt ervoor dat schot spoort. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Ze leken hem weg te werken, maar het gevaar blijft. De bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Die steekbal is gevaarlijk. Goed onderschept, zegt die steekpas zag er gevaarlijk uit. Bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Hij wordt teruggedrongen. Ze geven de bal weg. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Mogelijkheden voor een counter. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Bal over de lijn en inworp. Slecht ingegooid. Is dat nou zo moeilijk? Niet meer in balbezit na die ingreep. Kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Goeie tackle en bal terug in bezit. Gaat dit wat worden? Goed verdedigd dat schot. Ze zijn geduldig bij deze gelijke stand. Zit de scheidsrechter er hier niet naast? Hij geeft buitenspel, maar het lijkt er niet op. Vossen. Ze mogen een ingooi nemen. En dan nu klaarleggen voor een mooie voorzet. Op het doel! Doelman had hem. Bal blijft binnen. Hij let goed op en onderschept die paas. Nou, die bal had er gewoon in gemoeten, Siert. Het is echt een verdienste van de doelman dat het nog altijd gelijk staat. Hij staat buitenspel omdat hij te vroeg vertrok. Goeie steekbal. Hoog gespeeld. Goed geblokt dat schot. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Een succesvolle tackle op eigen helft. Een kans op een counter.
En de verdediging weet de snelle uitbraak af te stoppen. Steekpaas door de lucht, maar iets te ver. De doelman heeft hem. Ze hebben nog een tweede helft te spelen straks, maar tot dusver gaat... Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Vossen. Nog steeds gelijk. Maar de druk. Ja, de druk neemt toe. Oei, nou, dat gaat gelukkig goed. We zitten weer weg. Hij kiest de juiste positie en onderschept de bal heel knap. Speelt een hoge steekbal. Te vroeg gestart. En buitenspel gegeven daardoor. Dit begint op een aanval te lijken. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Tijd, ruimte genoeg voor een voorzet vanaf de zijkant. De verdediging haalt probleemloos de angel uit die voorzet. Hij is van de bal gezet. En nou kunnen we nu een counter verwachten. De snelle uitbraak heeft niet het gewenste effect. Neem je de inworp goed, dan kan er meteen een kans ontstaan. En daar eindigt de aanval. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. De bal ketst af op een speler. Inworp. Ze nemen het balbezit weer over op het middenveld. Wat gaat hij hiermee doen? Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Zou wel eens wat kunnen worden. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Nu snel eruit komen. Te snel vertrokken en nu is het buitenspel. Die doelman moet opletten. Wat een geweldige verdedigende actie. Oh, wat een schotkans. Moet je die beteuterde kopjes in de verdediging eens zien. Die hadden dit niet verwacht. Ik denk heel weinig mensen in het stadion zie het. Maar ja, oké, zo gaan die dingen. Het is voetbal, alles is mogelijk. De score is geopend. Het is 1-0. Goed afgepakt. Weet het paas te onderscheppen. Goed opgelet. Nou, deze 10 seconden kun je zo op een trein. Een doelmanloos doel. Haha, lekker dan. Doelpunt.
Het doel is volkomen verlaten. Ja, dan is het lekker scoren. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Vossen. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Ja, daar zit hij goed tussen. Hij rukt op richting tegenstander. Een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer. Daar had hij voor kunnen fluiten. Maar heel goed, hij geeft hier voordeel. Podolski. Mooie positie om een voorzet te geven. Speelt hem hoog naar die speler. Een hele belangrijke verdedigende actie. Risse kan hij makkelijk pakken. En de scheidsrechter fluit niet. En geen voordeel na die onreglementaire tackle. Ja, hij neemt hem. Heel goed dat ze het blijven proberen. Blijven proberen. Ja, ze staan er 2 achter. Maar ze gaan ervoor. Dit was een aardige poging om de achterstand te halveren. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. En weer een goede paas. Zoals eigenlijk al de hele wedstrijd. Dit team is geweldig op elkaar ingespeeld. Dat zie je aan alles. Buitenspel, te vroeg vertrokken. 8 minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Ze mogen de bal gaan ingooien. En veilig weggewerkt. En we krijgen een hoekschop. Komt de hoekschop in het midden en de bal wordt weggewerkt. Het gevaar is geweken. Over de vleugel. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Goeie steekbal, hoog gespeeld. Ja, hij is er doorheen. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller, maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Slordig met het balbezit. En hij raakt hem hard, ongenadig hard. Ja, maar iets te onnauwkeurig. Ja, dat zie je vaker. En dat gaat dan ten koste van de precisie. Vervolgt zijn weg naar het doel. Van de bal afgezet. Het duel eindigt. Met deze ploeg allebei op ons lijstje.